Code rood, dames en heren, oké? Dit is niet grappig. Ik ging gisteren door mijn statistieken heen kijken. En er is een gigantisch probleem, dames en heren. Kijk eventjes naar deze screenshot. Nou, nu zou je kunnen zeggen... Is het probleem dat maar 28% van de mensen geabonneerd is? Nee. Dat is het probleem niet. Ook al ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan wel eventjes. Ik bedoel, het is gratis en het support het kanaal. 28% van de kijkers is onbekend. Onbekend. Ik weet niet waar ze vandaan komen. Maar jongens, als je onbekend bent, stel jezelf even lekker voor in de comments. Ik weet niet waar ik heen wil. Ik probeer eigenlijk wel gewoon het feit te pushen dat ik meer abonnees wil hebben. Dus abonneer op het kanaal als je dat niet gedaan hebt, dames en heren. Geef me geld. Ah, jongens. Ik ben echt Minecraft verslaafd momenteel. Ik heb gisteravond toen ik de video online had ook nog lekker lang Minecraft gespeeld. En alvast een beetje begonnen met het inrichten van de binnenkant van het huis. Vandaar dat alle kisten nu hier staan. Ik heb veel te veel kisten geplaatst trouwens. Maar even zien, hier heb ik wat ook in. Oh ja, tuurlijk. Ik ging ook nog even op een houthakavontuurtje. Zoals jullie kunnen zien in de map ben ik nog een stukje verder naar beneden gegaan. Daar staat zo'n dark oak forest. En daarnaast staat nog een gewoon normaal bos. Jullie kunnen het wel aan mijn diamond axe zien. Die is inmiddels al bijna stuk. Maar we hebben wel echt superveel hout verzameld. Moet je kijken. 3 stacks aan dark oak log. Hier heb ik nog wat gewone dark oak. Ik heb ook nog wat jungle log. Dat moest ik hier zelf farmen, want ik heb nog geen jungle gevonden. Maar ik had wel jungle saplings van Harm gestolen bij het begin. Dus die heb ik nog even gebruikt. En ja, birds hier. Ook bijna 3 stacks aan birds. Ik heb gewoon superveel hout verzameld. Want hout gebruik je altijd. Hout is ook altijd super snel op. En ik had het nodig bij het inrichten van het huis. Dames en heren, hier is het huis. Moet je kijken, ik heb hier eventjes wat kisten neergegooid als een storage. Ik heb wat mooie houten balken door het dak heen laten lopen. Ik heb hier nog wat houten palen neergezet. Het trappetje was eigenlijk één grote improvisatieshow. Ik weet nog steeds niet of ik er blij mee ben, maar ik probeer er gewoon een beetje met houten balken een soort van... Ja, ik weet niet eens hoe je het kan noemen. Het ziet er wel chill uit op zich. Ik weet nog niet zeker of ik de jungle fences wel cool vind. Want ook zag er niet super vet uit, want nou ja, de vloer is al van oak. De trap is ook al van oak. Het plafond is al van oak. Birch vond ik persoonlijk zelf te licht. Dan is het contrast tussen de dark oak plank en de birch fence zo groot. Dus dat zag er eigenlijk ook niet uit. Misschien moet ik spruce nog proberen. Dat heb ik nog niet uitgetest. En ja, de tweede verdieping. Ik weet nog niet wat ik ermee wil gaan doen. Het ziet er, om heel eerlijk te zijn, ook best wel lelijk uit. Omdat hier allemaal willekeurige houten planken doorheen lopen. Dus misschien moet ik hier ook even wat carpets neergooien. Ik weet het allemaal nog niet, oké? Vandaag staat er heel veel werk op de winkel. Ik ga denk ik nu gewoon 8 uur lang Minecraft opnemen. Want morgen moet ik 2 verstandskiezen trekken. En ik denk, om heel eerlijk te zijn, dat ik daardoor een paar dagen niet kan opnemen. Dus ik wil eigenlijk gewoon de laatste 4 video's van de Minecraft week allemaal vandaag opnemen. En dan doe ik het editen later wel, want dat kan ik vast wel doen met een dikke mond. Dus als de komende paar video's een beetje abrupt eindigen, dan is dat de reden waarom. Ik ga waarschijnlijk gewoon super lang opnemen en dan knip ik er zoveel mogelijk video's uit. Ja, is er verder nog iets veranderd? Ik heb dit ding nog gemaakt. Hier wil ik allemaal mappen in gooien. Ik weet niet precies hoe dat werkt, maar volgens mij als je er allemaal mappen in gooit, dan wordt het uiteindelijk 1 compleet grote map. Ik weet het niet zeker. En ik heb nog heel veel koeien zitten breeden, want we hebben meer leer nodig, dames en heren. Dus daarover gesproken, laten we heel gauw eventjes wat weed regelen. Yo. Koetjes, komt-ie maar. Lekker heukie-beukie. Oké, ik ga er wel gewoon doorheen rennen, want ik moet hierna toch ook wat koeien dood gaan maken, want het begint hier een beetje vol te worden. En ik vind het geluid van al die koeien eigenlijk best wel hinderlijk. Dus, sorry jongens. Er gaat genocide gepleegd moeten worden. Jullie gaan goed gebruikt worden voor mijn maagje. Ja hoor, hier gaan we. Allemaal neer, geef me die biefstukjes. Oh, er is letterlijk nog maar 1 volwassene. Ja, als jij je nog wil voorplanten, grote vriend, dan moet dat een vorm van incest worden. Het spijt me heel erg. Why are you bullying me? In ieder geval, we hebben wel lekker wat leather en rauwe biefstukjes gekregen. Dus dat is best wel handig. Ik heb zelfs mijn kippie uit het huis moeten halen. Want nou ja, ik was bezig met de binnenkant verbouwen. En ik ben nog niet klaar met jou, vriend. Ik ga een martelkamer voor je maken. Komt helemaal goed. Oh, hij loopt meteen ook weg. Oké. Om even terug te komen op de rauwe biefstukjes die ik heb. De Wall of Fame moet ook geüpdate worden. Ja hoor. De komende paar video's kan ik dus trouwens ook niet de Wall of Fame updaten. Want ik wil telkens iemand kiezen van de video daarvoor. Maar aangezien ik al die video's vandaag moet opnemen, kan ik nog niet door de comments heen gaan. Dus als ik een paar dagen lang het bord niet update, komt het daardoor. En Harm is zojuist naar bed gegaan, want het wordt weer dag. Harm is dus ook online, dus de val die ik bij hem neer wil zetten, daar moet ik misschien nog eventjes mee wachten totdat hij weg is. Vandaag komt Ingmar op de Wall of Fame. Er waren heel veel goede comments. Superveel mensen die grapjes aan het maken waren in de comments, waar ik oprecht gewoon om gelachen heb. Er waren ook heel veel mensen die met handige tips kwamen. Dus ik wil nog wel even zeggen, yo, mocht je niet op de Wall of Fame komen, je moet eigenlijk ook gewoon een klein beetje geluk hebben, want er zijn heel veel comments om van te kiezen. Het is soms best wel lastig om die keuze te maken, maar blijf gewoon lekker commenten. Uiteindelijk zou je er in principe gewoon op moeten kunnen komen, als je gewoon lekker onder iedere video blijft commenten. Even zien. Hoi Jeroen, ik heb 3 tips. Je kan een smoker en een blast furnace maken, zodat je oor
source en food sneller kan koken of smelten. Goeie tip, dat is iets wat nieuw is in Minecraft, dus dat wist ik persoonlijk zelf nog niet. Dus thank you very much. Als je wood wil strippen, doe dat dan met een stone axe. Strippen kost namelijk durability en een stone axe is toch net iets goedkoper dan een diamond axe. En als derde tip, je kan ook dingen branden met een bucket of lava. Dat is iets wat ik wel wist, maar ik was het een klein beetje vergeten om heel eerlijk te zijn. Laten we beginnen met een smoker en een blast furnace maken. Even zien, dit is een smoker. Dat is gewoon een log en een furnace eromheen. Oké, dat kan ik wel regelen. En even zien, hoe maak je de blast furnace? Is dit een blast furnace? Nee, dit is een smithing table. Alright, eventjes koekeloeren. We hebben dit eventjes nodig. Oh ja, gewoon furnaces. Even zien, ik heb 9 furnaces. Oké, dat is meer dan genoeg. Laten we beginnen met 2 smokers maken. En blijkbaar heb je voor de blast furnace smooth stone nodig. Dus dat moet eventjes mee. Over smooth stone gesproken, dames en heren. Ik wil beginnen met het bouwen van de gigantische toren. En ik zat even na te denken van, yo, hoe kan ik dit het slimste doen? Negeer trouwens het gekke dirt dingetje. Daar sta ik heel vaak AFK's, zodat de mob grinder lekker door kan gaan. Maar wat ik in ieder geval wilde zeggen is dat ik vandaag misschien wel even met enchanting wil beginnen. Want ik moet eigenlijk silk touch hiervoor hebben. Want ik ga niet alle cobblestone koken om stone bricks mee te maken, oké? Als je zo'n gigantische toren wil bouwen, dan is dat niet een hele efficiënte manier om dat te doen. Dan kun je beter gewoon silk touch gebruiken. En dat is ook waarom ik vandaag meteen wil beginnen met een redstone projectje, dames en heren. Want we hebben lekker veel sugarcane nodig als we boekjes willen gaan maken. En ik heb niet super veel sugarcanes op dit moment. Dus ik ga gauw even een simpele zero tick sugarcane farm maken. En dan hebben we binnen no time een paar stekjes sugarcane. Maar laten we nu eerst even een blast furnace maken, dames en heren. Hey, volgens Google is dit hoe je het maakt. Oh, wacht, ik doe iets verkeerd. Ik moet niet gewoon een stone hebben. Ik moet smooth stone hebben. Hoe kom je nou weer aan smooth stone? Moet je dan gewoon steen nog een keer in de furnace gooien of zo? Werkt dit? Oh ja, het maakt nu wel iets. Oké, we zien het straks vanzelf wel. Laten we eerst even de smokers neerzetten. Dat kan hier gauw wel eventjes. Oh ja, voordat ik überhaupt ook maar kan beginnen met een zero tick farm maken, moet ik denk ik ook even de grond in gaan. Want al mijn resources zijn gone. Ik heb gewoon eigenlijk helemaal niks meer. En dat komt omdat ik tot nu toe in de hele serie ook nog maar 1 keer aan het minen ben geweest. Jongens, moet je kijken. Het kookt nu een stuk sneller. Dit is precies wat ik nodig had. Goeie tip. Even zien, hoeveel smoothstone hebben we? Ja hoor. Nu doen we zo. En dan doen we zo. En dan doen we zo. En dan hebben we 2 blast furnaces. Oh yeah. Oké, ik doe het eerst zo wel. Het ziet er een beetje vreemd uit. Maar ik vind het dikke vette prima. Laten we nog even een stekje kool pakken. Aangezien ik gisteravond nog best wel lang hier bezig mee ben geweest. Of nou ja, best wel lang. Ik denk ongeveer een uurtje of zo. Heeft de mob grinder waarschijnlijk ook wel weer lekker wat dingetjes verzameld. Dus laten we daar ook even een kijkje bij nemen. How are you doing, my friend? Ja, dit gaat gewoon prima hoor. Laten we alles even een beetje sorteren. Oh ja, je hebt tussen farm dingen ook een composter. Hoe maak je dat? Fences en planks. Oké, even wat fences ophalen. Heb ik überhaupt nog fences? Ja, jungle fence. Alright, gebruiken we dat wel. Hoppakee, zo en zo. Hebben we een composter. Ik weet niet precies wat je ermee kan, maar ik hoorde een keer van iemand ergens dat je er seeds in kan gooien. En dan krijg je bone meal of zo. Er zit nu seeds in en dan doe ik dat. En dan heb ik 1 bone meal. Dat is oprecht best wel handig. Alleen is het wel echt heel veel moeite voor 1 bone meal. Want we zijn nu al bijna een stack aan seeds kwijt. Maar over het algemeen, als je een beetje met farms begint, heb je superveel seeds. Want hier, ik heb echt een mega klein farmpje. En ik heb nu ook al veel te veel seeds, joh. Moet je kijken. Oh, jongens, die zit trouwens echt veel steeds. Ik ga even die kachel uitzetten, hoor. Ik ga hem binnenkort afmaken, hoor. Ja, hier is hij weer. Ze komen telkens weer terug. Opgesodemieterd. Niemand mag jou. Ga hier weg. Oké, weet je wat? Hij is net iets te snel om achteraan te zitten. Maar als je niet oppast, vriend, dan maak ik straks voor jou ook een speklappie. En dat moet je niet willen. Heb ik nog quartz? Ik moet een observer maken als ik die zero tick farm wil hebben. But I am not very sure if I have quartz. Yes, ik heb nog 7. Top. Zand. There we go. Waarom is dit ding geglitcht? Hij gaat dicht wanneer ik hem open doe. En hij gaat open wanneer ik hem dicht doe. Hallo. Ik denk dat ik zo'n beetje nu alles wel heb wat ik nodig ben. Oké, laten we beginnen met een observer maken. Even koekeloeren. Observer. There we go. Oh ja, en ik moet nog even 2 sticky pistons hebben. Gelukkig heb ik in de laatste aflevering wat slime gevonden. We moeten straks sowieso meer slime gaan regelen. Want voor die val bij Harm heb ik volgens mij 8 slijmballen of zo nodig. Voor de kleine zero tick farm die ik nu wil maken heb ik maar 2 nodig. Dus daar kan ik ze eerst wel eventjes voor gebruiken. There we go. 2 sticky pistons. Yes, yes, yes. Oké, hoe een zero tick farm werkt is de grond onder een bepaald item wordt telkens gereset. Waardoor het groeien volgens mij ook reset. En dan raakt hetgene wat je probeert te groeien in de war. Omdat de vloer eronder de hele tijd heen en weer gaat. Waardoor hij super snel groeit. En dan moet je daar nog een piston bovenop hebben. Zodat wanneer hij groeit, die piston hem met
meteen ook weer eraf slaat. En daaronder moet je dan gewoon een hopper hebben. Oh, wacht. Ik heb hier ook water voor nodig trouwens. Want sugarcane kun je natuurlijk alleen maar naast het water groeien. Oké, omdat dit met pistons werkt die de hele tijd heen en weer gaan, zet ik hem lekker gewoon hier ergens neer. Zodat ik geen last ga krijgen van het geluid dat hij produceert. We moeten eerst even een klein stukje omhoog gaan. Want er komen nog hoppers onder de machine zelf die alles moeten opvangen. Ik weet niet precies hoe hoog, maar ik probeer het wel een klein beetje in te schatten. En als ik het verkeerd inschat, dan graaf ik er nog wel een klein stukje onder voor de kist of zo. Oké, je moet eerst even één gek figuurtje maken. Zo, en... oh, dat is niet helemaal de bedoeling. Weet je wat? Doe het lekker zo, joh. En dan hebben we de sticky pistons hier en hier nodig. De vraag is, gaat dit zand nu naar beneden vallen of niet? Maar het is een sticky piston! Oké, laten we hier dan nog eentje omhoog gaan. Aangezien hier de sugarcane dan komt... nee, wacht, dat doen we later trouwens wel. Goed, aan de andere kant. Boep en boep. Redstone, yes. En dan moeten we even een lever hebben die het aanzet. Ho, zo. Hier bovenop hebben we nog gewone pistons nodig... die straks de observer gaan triggeren. Weer omhoog. Het is zo'n naar bouwwerk, omdat je het in de lucht moet zetten. Dan moet de observer het redstone signaal naar boven toe sturen. Dus, even zien, waar is de observer? Volgens mij moet je hem dan zo neerplaatsen, toch? Ja, en dan staat het pijltje omhoog. En... redstone glijdt gewoon door blokken heen. Dus je kan ieder willekeurig blok hier opzetten. Wacht even, ik doe dit volgens mij helemaal niet goed. Sowieso moet ik hier ook nog torches neerzetten. Anders wordt het redstone signaal niet naar boven gestuurd. En dan kan het zand tenminste ook normaal erop staan. Dus zo. Oh shit, hij begint meteen al. Ah, uit. Alsjeblieft. Dan zetten we hier bovenop nog een piston. Die gaat ervoor zorgen dat wanneer de sugarcane groeit, hij eraf geduwd wordt. En dan moet ik nu meer hoppers gaan maken. Ik ben niet goed voorbereid hierop. Eventjes wat chests. Ik heb geen flauw idee hoeveel ik ga nodig hebben. Maar ik ga lekker wat hoppers maken. Oké, ja. Dit wordt een hopper. En dit wordt een hopper die daarin gaat. Dit wordt een hopper die daarin gaat. Dit wordt een hopper die daarin gaat. Zo, nog een hopper. Ik heb letterlijk nog maar 10 iron ingots, dames en heren. We moeten straks echt op een mijnavontuurtje gaan, oké? Zo... alright, en dan zo. En dan heb ik geen sugarcane bij me. Very slim. Yes, yes, yes. Oké, mijn sugarcane staat hier wel. Hopelijk overleef ik dit. Yo. Ik heb 1 sugarcane nodig. Van die ene sugarcane ga ik 1 miljoen sugarcane maken, oké? Yo, thanks. Dit wordt de kist waar alles heen gaat. Yep. En dan moeten we even omhoog gaan. Hop, hop. Alles even weghakken, zodat we tenminste nog een normaal overzicht hebben. Zo, die kan weg. Dat kan weg. Ik merk trouwens nu dat ik hem iets te hoog heb gebouwd. Maar, nou ja, om heel eerlijk te zijn boeit het me niks. Torchness zetten voor de zekerheid. En here we go. Probeer het keiharde geluid wat er afkomt te negeren. Maar kijk hoe snel ik sugarcanes op dit moment aan het maken ben, dames en heren. Wacht. De sugarcanes blijven in deze hopper op een of andere manier. Oké, dat kunnen we wel even aanpassen. Laten we gauw even bij dat akelige geluid weggaan. Dat kunnen we dus wel aanpassen. Maar daarvoor moeten we nog 2 hoppers maken. En dat is dan precies ook het allerlaatste beetje iron wat ik heb, dames en heren. Nu heb ik officieel 0 iron meer. En we hebben ook 0 diamonds. En in principe ook 0 goud, want ik moet Harm ook nog steeds betalen voor het hulp wat hij mij bij het begin heeft gegeven. En dan gaan ze de kist in zo. Werkt het nu? Ja, als het goed is gaat het er nu allemaal in, toch? Hoppakee. Kijk, we hebben al bijna 30 sugarcanes gemaakt in een paar seconden, dames en heren. Er komt echt een gigantisch kabaal vanaf. Ik kan mezelf niet eens horen praten. But it's working like a charm. Zero tick farm, easy. Eigenlijk, als je het nog beter wil doen, kun je er ook allemaal nog glas omheen zetten, zodat 100% alle sugarcanes in een van de hoppers belanden. Nu kan het zijn dat er soms nog wel eens iets naast valt. Maar aangezien dit soort farms zo productief zijn. Oh, wacht, daar ging er eentje. Kijk, ja. Maar ja, ze zijn super productief, dus het maakt me echt helemaal niks uit dat zo nu en dan een paar ernaast vallen. Ik durf te wedden dat we nu al op een stekje zitten. Oké, nog niet. Weddenschap verloren, oké. That's very nice. Hoppakee. Lekker eventjes wat koetjes. We hebben heel veel leer nodig als ik een enchantment table wil maken, want ja, ieder boekje dat gemaakt moet worden, hebben we 1 leer voor nodig. Ik heb ook al 28 leather, maar daar heb ik eerst even een ander doeleinde voor. En dat kunnen we meteen ook wel even doen. Hoppakee. Aardig wat sticks maken. En dan zo en zo. Waarschijnlijk hebben we nu al meer dan genoeg item frames. Hop, 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 hop. Nu kunnen we hier tenminste iets van een sorteersysteem van maken. Maar dat ga ik nu niet doen, want ik wil nog iets anders uitproberen. En daarvoor hebben we de cartography table nodig. Ja, het ziet er wel prima uit, I guess. Het ziet er wel een beetje raar uit, omdat dit net een ander stukje wood is dan wat de cartography table is. Maar hey, boeien. Oh ja, wacht, nee. Ik wilde nu een supergrote map gaan maken, maar dat kan helemaal niet eens. Ik heb geen iron meer. En je moet een kompas
glas hebben om een map te maken. Ja, ik heb ook diamanten nodig, anders kan ik geen enchantment table maken. En dan kan ik dus niet de Silk Touch pickaxe maken die we nodig hebben om de toren te maken. Volgen jullie het verhaal nog? Ik ben zelf een beetje de rode draad kwijt. Maar het komt er kort gezegd op neer dat we nu moeten gaan minen. Alle redstone dingetjes kunnen hier weer in. Dit was mijn food and farm kist, dus zien, dit kan er ook wel in. Bone meal kan er ook wel in. Dit was mijn blokkenkist, dus alles wat met blokken te maken heeft, kan hierin. Ja, maar heel Minecraft heeft toch met blokken te maken? Hou je bek. Ik ben al 50 minuten aan het opnemen en we hebben eigenlijk nog helemaal niks gedaan. Ik heb jullie het huisje laten zien en we hebben een mini farm gemaakt, wat je letterlijk in een minuutje zou kunnen doen. Oké, we gaan nu minen, dames en heren. Ja, ik zou graag nog extra iron tools willen maken, maar ik heb geen iron. Ik neem dit zwaardje dan ook nog wel voor de zekerheid mee. En dit kan hier allemaal in. Zo, die bucket kunnen we misschien wel gebruiken ergens. Ik neem voor de zekerheid de map ook wel even mee. Ik weet niet of hij dingen mapt wanneer je onder de grond bent, maar mocht dat wel het geval zijn, zou het zonde zijn als ik hem niet bij me heb. We zitten al op bijna 3 stekjes, dames en heren. We hebben straks een gigantische sugarcane voorraad. Maar wacht, ik moet niet verdwaald gaan raken. Dit was Harmse gang. Dit was mijn gang. En dan was ik die kant op geweest en dan was ik die kant al op geweest. Volgens mij is dit de minder lange kant. Dus dan gaan we daar wel heen. Ja, ik heb geen zin om deze gang uit te lopen, man. Even zien, waar op de map ben ik nu? Oké, we zijn nu hier, oh. Ik ga nog een klein stukje rechtdoor en dan ga ik hier wel de bocht om. Als het goed is, ben ik dan op de map nieuwe gebieden aan het ontdekken. Dus dat is wel handig. Als ik iets goeds tegenkom, dan horen jullie het wel van mij. Oké, hier is meteen een soort van cave-achtig iets. Wacht, trouwens, aangezien ik nu toch ga minen, kan ik net zo goed ook even meteen mijn brightness op z'n allerbrightst opzetten. Thank you. Steenpapierschaar, graven maar. Ja hoor, we hebben nog een cave gevonden. Oh! Echt nog maar een heel klein stukje gegraven. En we hebben nu al diamonds gevonden. Ja, we hebben niet alleen diamonds nodig. Ik heb letterlijk gewoon alles nodig. Ik heb geen kool meer. Ik heb bijna geen goud. Ik heb geen iron. Met alleen diamonds gaan we er helaas vandaag niet komen. Oeh. Zou er een mineshaft dichtbij zijn? Eigenlijk wil ik die spin wel even vinden. Want als het een cave spider is, betekent dat dat er een mineshaft in de buurt is. Mineshaft, very good loot. Trouwens, er zaten 9 diamonds. Dat is volgens mij best wel veel. Clickbait van de dag is gevonden, dames en heren. Ja hoor, deze video gaat weer veel views krijgen. Ik kan het voelen. Ja, dit gaat een lekker thumbnailtje worden hoor. Ik weet het 100% zeker. Oké, ja, we hebben hem gevonden. Maar het is een gewone spider. Dus no mineshaft hier. Hey, water. Dat is ook handig. Die ga ik even gebruiken om een bucket mee te vullen. Yes, thank you. Oh, hier zit ook nog iron. You. Ik hoor trouwens ook nog een zombie. Dus waarschijnlijk zit er best wel een grote cave boven mij op dit moment. Maar I don't really care to be honest. Because I want to mine on level... Welk level zitten we nu op? We zitten nu op level 13. Hier zit ook nog iron en ook nog coal. Ja hoor, we zijn weer lekker resources aan het gatheren. En dat mag ook wel na zo'n lange tijd. Jongen, jongens. Als jullie trouwens een idee hebben wat ik met de bovenverdieping van mijn huis moet doen, laat het me weten. Ik zit er nu aan te denken om gewoon de enchantment table dan neer te pleuren. Ook al neemt dat waarschijnlijk de hele bovenverdieping in beslag, want je moet aardig wat bookcases eromheen zetten. Zit hier nog iets qua diamonds of zo? Volgens mij niet. Oeh, daar zit iron. Oké, weet je wat? We gaan dit hele lava meertje even in obsidian veranderen. Zo. Hoppakee. Oké, Harm is trouwens niet meer online, dus we zouden die val kunnen maken. Maar ik denk dat dat de volgende aflevering gaat zijn, want daarvoor moeten we eerst ook nog helemaal terug naar het moeras gaan. En dat is ook wel een aardig stukje travelen. En dit is vooral denk ik even een aflevering waarin we heel veel resources gaan gatheren. Over afleveringen gesproken, ik ben benieuwd of ik überhaupt deze video vandaag online ga krijgen. Ik moet hierna nog 3 complete video's gaan opnemen. Het is ook helemaal niet slim dat ik jullie een Minecraft week beloofd heb tijdens een week waarin mijn verstandskiezen getrokken worden. Maar hey, alles voor de grind, oké? En om heel eerlijk te zijn, ben ik persoonlijk zelf ook wel een klein beetje verslaafd aan Minecraft aan het raken. Hey, we hebben eindelijk goud gevonden. Gaat Harm leuk vinden. Ik wacht gewoon even totdat ik een stekkie goud heb. En dan wanneer ik een compleet stekkie heb, laat ik het lekker bij Harm achter. Yeah.
Oké, zoals jullie wellicht gezien hebben in de kleine timelapse. Ik ben allemaal levels kwijtgeraakt. Dat is helemaal kut. Want ik wilde. Ik probeerde ze te bewaren voor de Silk Touch. Die ik hopelijk ga krijgen. We moeten wel echt geluk hebben als ik die Silk Touch wil hebben. Waarom staat dit onder water? Kan dit ook stoppen met onder water staan? Dit is trouwens echt een extreem goede cave die we gevonden hebben. Deze Daro waar ik net dood ging. Maar aangezien mijn inventory echt nokje vol begint te raken, ga ik zo wel weer naar boven om alles te droppen. En hopelijk kunnen we dan Silk Touch krijgen. I don't know, bro. Kan ik hier echt niet ademhalen? Dit staat allemaal onder water. Zou dit onder een oceaan zitten of zo? Wacht, ik wil even op de map kijken. Oké, we gaan wel wat droppen wat ik niet nodig heb. Even zien. Dirt kan weg, botten kan weg, rotten flesh kan weg. Weet je wat? Deze shovels die bijna stuk zijn, die gooi ik ook weg. Deze iron sword is ook bijna stuk. Oh ja, ik wilde kijken of dit onder het water is. We zitten waarschijnlijk nu onder de oceaan. Daarom staat het onder water. Oké, hier gaan we, dames en heren. Tegen de stroom in. Waar zijn mijn diamonds? Daar zijn mijn diamonds. Ja. Hoppakee. Dat even hier neerpleuren. Wacht, kan ik er niet in? Oh ja, ik kan er hier zo in als het goed is. Thank you for the diamonds. Ik zie echt helemaal niks hier. My diamond. Ik heb echt geen flauw idee wat ik hier allemaal aan het weghakken ben. Oké, het ziet er niet uit alsof er nog meer diamonds zijn. Laten we hier snel weggaan, want ik vind dit maar niks. Zijn we weer, hoor. Even zien hoeveel hier nu in zit. Ja, hoor. We hebben al aardig wat sugarcane verzameld. Volgens mij gaat hij niet eens door als je niet in de chunk zit. Maar dat maakt op zich niet heel veel uit. Want ja, wanneer we wel binnen dezelfde chunk zitten, dan maakt hij meer dan genoeg sugarcane. Dus no problems there. We hebben meer leather nodig, oké? Geef leather. Weet je wat? Ik spring er meteen ook even lekker bij in om massamoord te plegen. Zo, die kan... Hey! Niemand ontsnapt, oké? Koetjes. Komt u maar. Iedereen die vegetarisch is, heeft waarschijnlijk echt een stronthekel aan mij. Sorry, maar we spelen een spelletje. Dus eigenlijk moet je je bek houden en niet zo janken. Oké, nou, de kist zit bijna helemaal vol. Weet je wat? We zetten hem wel eventjes uit. Ik hoef dat geluid niet te horen. Oh, er viel een creeper naar beneden. Ik schrok me dood. Abonneer op het kanaal mocht je dat nog niet gedaan hebben. Op het moment dat ik dit opneem, zitten we op 134.000 abonnees. En in de eerste helft van de Minecraft week, want we zitten nu letterlijk op de helft. Dit is de vierde aflevering van de week. En eigenlijk de vijfde aflevering in totaal, maar de allereerste aflevering was niet deel van de Minecraft week, oké? Dus we zitten nu precies op de helft. En tot nu toe hebben we volgens mij iets van 16.000 abonnees erbij gekregen of 17.000. En trouwens, dat is insane veel. Maar als ik nog 16.000 abonnees erbij krijg binnen de Minecraft week. Dus dan zou ik precies op 150.000 abonnees moeten zitten. Dan ga ik misschien de Minecraft week doortrekken naar een Minecraft maand.